voor mij is dit echt een belangrijke avond. Nee, maar je snapt toch waarom het nu spannend is? Ja, ik heb wel een keuze gemaakt. We hebben een soort botsingetje gehad, ik wil hem echt wel zitten. Hallo lieve mensen. Nou, Charlie en ik zijn onderweg naar de supermarkt. Want het is zover. Vandaag gaan we weer een eerste drankje drinken. Dat voelt bijna een soort verplicht. Omdat ik moet oefenen natuurlijk om tijdens mijn traject bij Jelinek ook gewoon te weten waar mijn grenzen liggen. En dat moet je achterkomen door het ook gewoon te doen. Ik denk dat we een biertje gaan halen. En ik ga jullie meenemen. Hoe voel jij je erbij dat we weer gaan drinken? Fucking slecht. Ja hoor. Ik voel er heel weinig bij eigenlijk. Well, matter of fact. Ja, het is ook. Het is een drank nuttige. Het is ook niet. Het is verder ook niet anders dan naar de play gaan of zo, of slapen. Nou ja, dat was het niet. Ja, oké. Okay. Ja, het moet anders worden, ja, oké. Okay. Ja. Maar we doen meer. Het is drinken is niet heel. Het is niet heel spannend of zo. Nee, maar je snapt toch waarom het nu spannend is? Ja. Ik vind het spannend. Ik denk ook dat toen, aangezien onze tolerantie helemaal weg is. Ik zit niet in het traject ook. Dat maakt ook wel een verschil. Ja, oké. Maar ja, oké, het is wel. Ik moet even dat ding op. Maar ik snap wel een dingetje. Ja, het is een dingetje. Hallo. Mag ik, jongens? Nee, ik mag niet. Oké. Het voelt heel raar om hiervoor te staan en weer echt iets te kiezen. Ja, ook wel gewoon leuk of zo. Dus nou, laten we maar iets lekkers halen dan, als we er toch voor gaan. Hey, ze hebben een Amber Lager. Oh, dit vind ik wel leuk om te proberen eigenlijk. Ja, een mooie Nel is natuurlijk altijd lekker. Het is wel echt een van de allerbeste biertjes. Ja, ik heb wel een keus gemaakt. Nou, daar gaat hij dan. Oké. Heel raar. Hey, dit is heel raar ook, hè? Ik kan dit ook niet meer zo zien. Nee. Oh jee. Oh nee. Helemaal verleerd gaan. Het begint helemaal opnieuw. Ik word er echt zenuwachtig van. Nou, oké. Okay. Ja, dit is wel heel lang. Gaan doen. Cheers, jongens. Cheers. Nou. Of 6,5 een week. Ja. Dronken. Ja, precies. Nee, één slokje, maar ik zweer je dat. Ik heb mensen, ik werk natuurlijk 4,5 jaar in. Ik heb natuurlijk 4,5 jaar in de horeca gewerkt, of langer. En er waren gewoon mensen die dan echt lange tijd niet hadden gedronken, die dan voor het eerst weer een fluitje aan mijn bar dronken. En die zag ik gewoon dronken worden van één fluit. Kan wel rap gaan. Dus ik ben ergens een beetje huiverig of zo in het biertje. Ik vind het heel vreemd. Om weer iets te drinken? Ja. Ja. Hoe smaakt die? Ja, wel lang. Lekker. Ja, het is niet heerlijk, vies inderdaad. Het is heerlijk. We zullen dan straks nog een keertje kijken. Dat zeg maar dat. Dat je oogjes op 6:30 halen. Ja, dat is zo. Glas en heel klein een stukje leeg is en zo. Ja. Dat jij hier aan het plafond hangt. Goed. In dat gewei. We gaan het zien. Nou, we hebben nu één biertje op. Ik heb één biertje op. Ik lieg niet als ik zeg dat ik hem wel voel. Ergens voelt het ook heel eng om de controle te verliezen of zo. Maar aan de andere kant voel ik ook wel dat ik meer controle heb nu. Door wat ik dan weet erover. Vroeger was een biertje drinken ontspannen en dan de boel laten. Nu merk ik dat ik juist heel erg bang ben om te veel te ontspannen. Want dan zou ik het goedkeuren of iets dergelijks. Dan ben ik er dus eigenlijk oké mee dat dat gebeurt. Ik merk dat ik heel erg nog in mijn hoofd mezelf aan het verzetten ben ertegen. Het voelt heel raar eigenlijk. Ik had ook 2 biertjes gehaald om nu te drinken. En ergens ook zoiets van, ik vind het echt helemaal prima om nu thee te gaan drinken. Toen ik die Q&A heb gedaan vorige keer. En heb uitgelegd dat ik dus gecontroleerd ga leren drinken. Of dat die ambitie heb. Ik heb van best wel veel kanten gehoord van, ja, dat klinkt leuk in theorie, maar in de praktijk is dat heel slecht te doen. En laat het misschien maar gewoon helemaal zitten. Ja, misschien dat het waar is. Die mensen hebben ongetwijfeld daar zelf ervaring mee en zeggen dat ook met een reden. Ja, mijn psycholoog zegt, weet je, we zien ook echt mensen die dat dus wel kunnen. Ik moet het gewoon gaan meemaken. Dus ja, spannend. Eerste dag weer. Ik ga er gewoon nog eentje drinken en ik hou jullie op de hoogte.
Ja, maar dit ken ik wel. Ja, dit is ook recent daarbij. 11 jaar geleden. Is het 11 jaar geleden? Stuk oude man. Ja. Fucking 2009, man. Holy shit. Het is gewoon wel een hele goede smaak. Ja, dat bier. Ja. Maar dat bittere, dat vind ik zo lekker. En daar kan echt geen frisdrank tegen op. Oh ja. This guy. Ja. Hij heeft een hele mooie stem, hè? Ja. Zeker. Met, en een goede dictie. Wow, dat vond ik grappig. Dacht dat je iets heel anders ging zeggen. Goeie dik. Ja, een goede dictie. Dat misschien ook. Wat ben je aan het maken, lief? Tapenade maken. Tapenade maken? Sick. Ja. Kijk eens. Hoe vind je het, man? Kalamata. Sick, hè? Dat is simpel eigenlijk, hè? Nou, gewoon de helft. Ja, dat is ook heel simpel, maar dat lukt toch ook niet helemaal. Ja. Is lekker, hè? Hij is heel lekker. Ik heb nu 2 biertjes op en ik voel hem echt wel zitten. Ja, we hebben wel een heftig avondje of zo. Voor mij is dit echt een belangrijke avond. Ik ben er heel erg mee bezig wat er nu gebeurt. En Charlie had zoiets van, nou, we gaan gewoon weer een avond drinken. Het was even ineens allemaal heel gewoontjes weer of zo. En toen hebben we het erover gehad. En toen kwam er dus uit dat we inderdaad dan in een andere state of mind aan het drinken waren. Charles schrok er ook een beetje van hoe gewoon het weer voor hem was. Maar ondertussen ook hoe weinig tolerantie die hier heeft. Dus eigenlijk komt het er nu op neer dat we allebei aangeschoten zijn. Het is nu allemaal op. Ik weet niet of het voor mij nou zoveel heeft toegevoegd vanavond. Ik kan me voorstellen dat ik dit op een terras in de zon of zo in de zomer wel leuk vind. Maar ja, ik weet niet, man. Ik schrik er ook een beetje van of zo. Ik weet niet of dat nou per se is wat je dan wil. Nou, ik heb wel weer genoeg geluld. Ik ga een glaasje water drinken nog en even kletsen met de gasten. En dan zou je maar naar bed toe manen. Kijk of dat lukt. Goedemorgen. Nou, middag. Hoe gaat het? Ja, al goed. Ja? Ja. Hoe heb je geslapen? Ja, woelig. Woelig. En ik word er heel vroeg wakker ook of zo. 6,5 weken ziek goed geslapen. Dus je gewoon niet gedronken. Ja. En dan nu drink je ineens weer en dan merk je, nou ja, ik slaap geen kut. Ja. Het is een beetje rough wel eigenlijk. Nou, misschien wel goed, dat het gewoon helemaal niet zo chill was. Ja. Dan leer je het ook wel af. Goedemorgen allemaal. Dat is mijn nachtje wel. Ja, intens om te merken dat het echt wel anders is nu. Het drinken. Ik heb het met Charlie gisteravond een soort botsingetje gehad. Voor hem was het gewoon ja, weer een avond drinken. Hij heeft dat traject niet gehad. En omdat hij zo aan mijn zijde heeft gestaan en zo heeft gesteund, had ik een beetje het gevoel van hij heeft dat ook allemaal begrepen. Terwijl dat kan helemaal niet, want hij heeft dat traject niet doorlopen. Er was een soort afstand tussen ons en we hebben het erover gehad. En hij zei van ja, ik wilde net juist niet te veel een big deal maken. Dus ik wilde ook gewoon een beetje casual een drankje kunnen doen met je. En toen viel het kwartje bij mij van ja, dat kan ik dus niet meer. Dat is de hele reden dat ik bij Jellinek zit. Ik heb een verslaving. Ik kan niet meer casual een drankje doen. Op het moment dat ik casual een drankje doe, wordt het weer een probleem. En dat was best een harde realisatie. Want je wil natuurlijk, het hele idee van, voor mij, van gecontroleerd drinken is dat ik ja, een beetje de lust heb en niet de lasten. Dus dat ik toch wel gewoon op een moment kan bedenken van, nou, nu ga ik wel drinken. Maar nee, ik voelde het echt niet. Ik schrik er ook van hoe weinig tolerantie je hebt. Echt gewoon na 2 bier met een dubbele tong praten en echt absurd gewoon. Als ik dan nu bedenk wat het met me moet hebben gedaan, wat ik soms op een avond wegtikte. Nou ja, ik kan me nu beter voorstellen hoe ik dan niet heb kunnen functioneren, want dat is niet te doen geweest. Ondertussen even een bakkie naar boven. Jeetje, nou ik merk wel ook weer hoe moeilijk het opstaan is. Het is 2:30 en ik heb alleen nog maar mijn foundation gedaan en verder loop ik nog mijn badjas. Ik heb mijn koffie koud laten worden en Charlie is nog aan het douchen. Ik denk dat de conclusie is voor deze eerste keer drinken weer, dat het eigenlijk helemaal niet zo leuk was. Het was leuk doordat ik leuke gesprekken had met Charlie en Sime, Charlie's huisgenoot.
Maar of het nou per se iets toevoegde dat we dronken. Ja, ik vind de smaak van een speciaal biertje echt heel lekker. Ja, maar de werking ervan... Ja, interesting. Dus ik zal dit met mijn psycholoog bespreken. En ik zal de komende weken tijdens de rest van mijn behandeling... een verslag blijven doen aan mezelf en aan mijn psycholoog en ook aan jullie. Over hoe het gaat. Het gevaar zit er natuurlijk in dat het op een gegeven moment wel weer casual wordt... Ik wil gewoon limieten voor mezelf instellen. We gaan op de bank zitten en de Hobbit kijken. Of er weinig zin om iets te doen. Hey, Charleston. Is dat mijn koffie? Kijk. Chill. Geur warme koffie. Nou, ja. Het was wat het was. Ik bedacht me net ook van, ik weet niet of ik het nou... vond dat het iets toevoegde gisteren of zo. Nee, niet echt. Net zo goed niet kunnen doen eigenlijk. Nee. Dus dat vind ik wel een waardevolle... Hoe noem je dat ook weer? Les? Ja, een... Inzicht. Ja, bijna. Ja, ik weet niet wat je wilt. Een inzicht. Een, Nou ja. Ik weet ook niet. Nou ja, dit krijg je ervan. Epiphany. Maar ze engel. Ja, nee, dat was het ook niet. Ja, ik weet niet. Het is gewoon een slecht verhaal dit, maar... Zo. Nou, dit was de vlog waarin er weer voor het eerst gedronken werd. Ik heb er dus wel echt wat uitgehaald. Ja. Maar ik weet niet of ik er nou per se blij van word of zo. Nou ja, we gaan het nog even aankijken. Ik kom in de tijd. Oké, bedankt voor het kijken weer. Dag jongens. Doeg.